Het lijkt alsof het nooit ophoudt voor Linda de Mol. De voormalige TV-koningin is door haar partner Jeroen Rietbergen van haar troon gestoten, en nu blijkt opnieuw dat hij niet eerlijk is geweest. In het grijze najaar van 2013 werd Jeroen razend toen het tijdschrift Weekend meldde dat hij herhaaldelijk vreemd ging, onder andere met René Gunning, bekend van echte Gooise meisjes. Jeroen ontkende dit in alle toonaarden en schakelde meteen een advocaat in. Volgens Jeroen waren de beschuldigingen pure verzinsels. Ik ben geschokt door het artikel in weekend. Geen van de beschuldigingen is waar: ik heb Linda nooit bedrogen en ik heb geen relatie gehad met René Gunning. Ook heeft Linda nooit een privédetective ingehuurd, verklaarde hij destijds furieus. Ik bereid juridische stappen voor. Maar van die juridische stappen hebben we nooit meer iets gehoord. Het leek vooral bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden. Linda geloofde destijds zijn ontkenning, hoewel ze toegaf dat de geruchten haar aan het twijfelen hadden gebracht. Ik wist niet meer wat ik moest geloven, schreef ze destijds in haar blad. Het was een vreselijke situatie. Door veel te praten zijn Jeroen en ik er samen uitgekomen. En eerlijk is eerlijk, we zijn er sterker uitgekomen. Het blijkt nu dat Jeroen toen glashard loog. Nu de hele affaire rondom de voice is uitgebroken, komt ook deze leugen weer boven water. Marga Scheide, voormalig bandlid van Luf en stiefmoeder van René, heeft zich onlangs uitgesproken over deze affaire in het tijdschrift Story. Ik vond het echt ongepast van Jeroen, zegt ze. Ik ben falikant tegen vreemd gaan. Zo ga je niet met elkaar om. Marga vervolgt: iedereen kan een fout maken en excuses aanbieden. Als je dat op tijd doet, kan het nog goed komen. Maar als je op een pijnlijke manier de waarheid ontdekt, is het vertrouwen beschaamd. En beschaamd vertrouwen herstelt nooit meer volledig. Het wordt nooit meer hetzelfde. Ondanks alles lopen Linda en Jeroen nu weer hand in hand en poseren ze lachend voor de paparazzi. Je weet niet wat iemand denkt, zegt Marga. Je kunt wel samen verder willen gaan, maar in je hart is het anders. Dat is gewoon zo, daar doe je niets aan. Interessant is dat Linda ooit de schoonzus van Marga was toen ze een relatie had met John de Mol. Die kruisbestuiving had ik liever niet meegemaakt, zegt Marga hierover. Ze benadrukt dat René niet degene was die fout zat. Ik sta nog steeds pal achter René. Dit jaar zou Jeroen eigenlijk vervolgd worden voor verkrachting, maar het Openbaar Ministerie heeft besloten om de zaak te seponeren. Zijn vermeende slachtoffer, Nienke Wijnhoven, kan echter nog een zogenoemde artikel 12 procedure starten.